Laat het zeer duidelijk zijn, ik vind het ook fantastisch dat er mensen op straat komen, dat ze zich uitspreken over de bezorgdheden die ze hebben en dat zij de overheid ons proberen op te jagen om daar iets aan te doen. Los van waar het over gaat, zeker als het over klimaat gaat, is dat iedereen zo hard aanspreekt, kan ik dat alleen maar ondersteunen. Ik wil daar wel een kanttekening bij maken en dat gaat over het signaal dat we geven met betrekking tot spijbelen. Ik denk dat we absoluut moeten opletten dat we dat signaal niet geven dat spijbelen kan goedgekeurd worden. Ik ga u daar heel duidelijk zeggen waarom, want ik zeg dat niet alleen als politicus, maar ik heb thuis 4 kinderen rondlopen, waarvan 2 pubers. En ik zou zeer graag hebben dat dat kritische, zelfbewuste pubers zijn, jonge mensen zijn, die opgroeien met een kritische reflectie tegenover de overheid, met een kritische reflectie tegenover het gezag. Maar hoe gaan die gasten dat leren, en ze luisteren niet mee, daar ben ik vrij zeker van, maar hoe gaan die gasten dat leren als er geen gezag is, als er niemand hen zegt dat spijbelen wel degelijk een probleem is, om welke reden dan ook. Dus ik kan absoluut aanvaarden dat kinderen rebelleren, absoluut, ik ondersteun dat, maar hoe ga je ze leren te rebelleren als er niks is om tegen te rebelleren? Als de minister zelf zegt dat spijbelen kan, dat spijbelen mag. Dat kan ik dus absoluut als signaal niet goedkeuren en ik zeg dat niet alleen als politicus. Opmerking, meneer Anouri. Meneer Diependalen, ik ben fier op die jongeren met 3000 man die op een donderdagnamiddag hebben gerebelleerd tegen het systeem. Dat is rebelleren tegen gezag om een boodschap duidelijk te laten horen over ambitie. En hun boodschap is duidelijk. Toon meer ambitie. En ze hebben zelfs getoond dat ze het concept burgerschap en politiek beter hebben begrepen. Hun stem doet ertoe, ze laten die horen en ze begrijpen dat politiek van hen is. En ik hoop dat de boodschap is toegekomen bij alle beleidspartijen. Neem uw verantwoordelijkheid op, doe er iets mee, want die jongeren verwachten dat van u. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.